afgelopen voetbalweekend stond in het teken van sneeuw. Voor NEC stond de uitwedstrijd tegen FC Os op het programma. Het team van trainer Adrie Bogers moest zich twee keer oppeppen voor een wedstrijd die uiteindelijk niet doorging. Uiteindelijk ben je heel erg met zo'n wedstrijd bezig, de voorbereiding daar naartoe. En dan met name vrijdag in de warming-up of na de warming-up blijkt dat we hem niet kunnen spelen. Ja, dan heb je wel zoiets van ja, al die adrenaline, die ben je dan even kwijt. En dan moet je dat maandag weer hetzelfde herhalen. En dat is wel zonde, want daardoor wordt zo'n week heel onrustig en ben je eigenlijk met die wedstrijden bezig, maar uiteindelijk gebeurt er niks. Dus ja, dat is het lastige ervan. Ik wist wel dat wij hadden ervoor gezorgd bij ons hier, zeg maar op de Eendracht, dat we het veld sneeuwvrij hadden gemaakt, kunstgras. Dus wij konden lekker trainen. Maar ik hoorde wel al bij Os dat ze daar de mogelijkheid niet toe zagen. Dus toen dacht ik al van nou, dan ben ik benieuwd hoe dat zich maandag, hoe dat eruit komt te zien. Door het feit dat het is gaan dooien en gaan regenen is de sneeuw weg. Ik hoop alleen niet dat het nog te veel regent, dat we gewoon op een goed veld kunnen spelen. Want dat, ja, ik denk dat dat in ons voordeel is. Bogers had te kampen met een volle ziekenboeg. We hadden Joey was ziek, Annas en Svente Alberto waren ziek, maar die zijn allemaal weer terug. En Greg had wat last van zijn knie afgelopen week, maar die heeft weer normaal kunnen trainen. Dus die zijn allemaal inzetbaar. Kevin Jansen verdwijnt dus weer uit de basis. Ja, met name natuurlijk omdat hij eigenlijk twee keer de kans heeft gekregen tegen Os om te gaan starten. Is dat best wel zuur voor hem. Alleen hij begrijpt ook wel dat het nu weer een andere situatie is en dat we weer gewoon met Greg kunnen starten. Dus hij is prof genoeg om dat te begrijpen, maar dat zal best wel af en toe lastig voor hem zijn. Het is natuurlijk heel zuur voor Kevin Jansen dat hij de kans kreeg in de basis tegen FC Os. Of zou krijgen, maar door de afgelastingen heeft hij die niet gekregen. En nou is Breinburg is weer vet, dus Jansen mag weer plaatsnemen op de bank. Maar hij is een professional, dus hij moet dat gewoon in zijn mentaal op kunnen lossen. Misschien is hij wel extra gedreven als hij een invalbeurt krijgt om zich te laten zien. Vrijdag is Helmond Sport de tegenstander. Die staan 1 na laatste. Dat kan weer een grote score opleveren. Nou ja, dat hoop je altijd wel. Maar ik denk dat we gewoon met beide benen op de grond moeten blijven. En voor ons is het allerbelangrijkste dat we die wedstrijd winnen. En dat zal je dan pas vrijdag kunnen zien. Van, hè, kunnen we snel scoren en zullen hun moeten veranderen? Dan zou het kunnen zijn dat we meer goals gaan maken. Maar wij gaan in principe voor die overwinning. En daar zijn we hartstikke blij mee. Als NEC gewoon geconcentreerd die wedstrijd tegen Helmond Sport ingaat, dan zijn ze topfavoriet en om die wedstrijd te winnen. Helmond kan natuurlijk altijd verrassen. Ze hebben bijvoorbeeld thuis van Emmen gewonnen, een lastige tegenstander waar NEC hier thuis gelijk tegen heeft gespeeld. Maar in principe moet het kwaliteitsverschil zo groot zijn dat NEC die wedstrijd naar zich toe trekt. Vrijdag om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC Helmond Sport.